Opperste concentratie op het gezicht van Martijn Keizer. De renner van Vacan Soleil DCM fietst zich voor het begin flink in. Bij de start begint het al lekker druk te worden. Winsum en omgeving loopt uit voor dit topevenement. Winsum doet wel veel aan, aan zoiets en dat sportgebeuren wel. He, meer als, ja, je ziet het wel overal, maar Winsum is toch, dat is doorgaans weg veel te doen hoor. In Winsum heeft altijd wel wat. Ja, daar gaat hij, dames en heren, een fantastisch applaus. Martijn Keizer. Het parcours rond en in Winsum is er één voor de echte hardrijder. Zo vlak als een biljartlaken en met weinig afremmende bochten. Muntendammer Keizer behoort tot de subtop en is in zijn wedstrijd over ruim 52 kilometer goed begonnen. Vlak na Keizer starten ook de grote favorieten Nicky Terpstra en deze Lars Boom. En natuurlijk Keizer zijn ploeggenoot Liewe Westra. Deze Fries werd vorig jaar nog Nederlands kampioen, maar heeft nog wat naweeën van een blessure. Al vrij snel wordt duidelijk dat het een duel gaat worden tussen deze Nicky Terpstra en Liewe Westra. Beide mannen ontlopen elkaar niet veel. Keizer dendert dan al op de finish af en zal uiteindelijk achtste worden. En dat is toch enigszins teleurstellend. Dit zijn natuurlijk allemaal wereldtoppers die voor je staan, dus dat is geen teleurstelling, maar ik had gewoon dichterbij gehoopt. De beslissing wie kampioen gaat worden valt in het slot. Westra haalde halverwege Lars Boom al in en komt hier nipt voor de tijd van Nicky Terpstra over de streep en wint.